Ruud Brood, vandaag 2-0 verlies van RKC. Misschien dan een gekke vraag, maar wat viel jou positief op vandaag? Nou, dan vraag ik jou waarom een gekke vraag. Omdat het een verlies is. En dan, goed. Misschien dat de mindere punten wat meer opvielen vandaag. Nee, ja, maar sowieso is dat geen gekke vraag. Dat is gewoon een hele goede vraag. En als je dan vraagt, wat valt er positief op? Ik denk de tweede helft, dat we iets meer vooruit speelden. Ook met een andere manier van spelen, twee spitsen. Werd het meer een wedstrijd, kwam er wat meer strijd in. Dat is wat je graag ook wil zien. En de eerste helft kan je meer mindere punten opnoemen dan positieve punten. Hoe vind je de invalbeurt van Boris? Want volgens mij maakt het echt wat los bij het publiek. Ja, ik heb het idee dat het een cultheld gaat worden. Hij hoeft maar een bal op zijn pik hoog te houden. Dan begint het publiek al te juichen. Maar ik kijk toch echt eerlijk gezegd wat hij doet, hoor. Dus ja, knippen we dat er ook weer uit? Oh, mag ik niet zeggen, sorry. Ik neem mijn woorden terug, maar ik wilde het even chargeren. En heel erg aandikken. Ik vind het fantastisch hoe het publiek op hem reageert. Maar wij kijken natuurlijk wat hij brengt. En het is natuurlijk wel een type speler, wat ook wel bij ons past. Een jongen die bereid is hard te werken. Een jongen die fysiek sterk is. Hij heeft al voorheen laten zien dat hij doelpunten kan maken. Dus ja, we hopen natuurlijk ook dat hij bij ons komt. Ik wil even vragen naar Anouar Kali. Die hebben we al sinds de voorbereiding niet meer gezien. In ieder geval niet bij de wedstrijden. Kun je er wat meer over vertellen? Ja, Anouar Kali is geblesseerd. En die heeft een apart programma, een revalidatieprogramma. En dat gaat vrij moeizaam met zijn blessure. En dat is vandaag ook weer gebleken. En we moeten kijken of daar andere specialisten weer naar kunnen kijken. Keert hij in principe gewoon weer terug in de selectie als hij hersteld is? Nou, laat hij eerst maar fit worden, lijkt mij. De voorbereiding zit er bijna op. Ga je de amateurvelden missen? Nou, ik heb het idee dat dit ons thuishaven is. Dus dit vind ik prima. Nee, amateurvelden ga ik niet missen. Nee, tegenstanders, we hebben nog genoeg tegenstanders. En we zijn blij dat we dadelijk richting het stadion gaan, ook trainen. Want dat zijn toch wel de afmetingen en ook je eigen stadion waar je graag wil spelen. En dit hoort er gewoon bij, dus ook niet erg. Het was misschien iets te heet, maar het is fantastisch hoeveel mensen er weer waren. En ja, wij moeten gewoon keihard werken en ook de selectie weer compleet zien te krijgen voor de volgende wedstrijd. Tot slot, gebroeders Ilić, die spelen natuurlijk nog niet mee vanwege hun werkvergunning. Jij ziet ze natuurlijk aan het werk op de training. Wat kun je zeggen over hun niveau? Ja, dat is ook moeilijk in te schatten natuurlijk. Omdat, Luka Ilić kennen we al langer, dus we weten wel wat hij kan. Natuurlijk linksbenige speler met veel dreiging en ook dynamiek, wat we nodig hebben. Kan vanaf de zijkant spelen, heeft een goed schot in de benen en wil ook heel erg graag. Dus als je naar de trainingen kijkt, zit die drive er meer in dan wat ik hem van de laatste tijd herken vorig seizoen. Ivan Ilić is een iets introvertere speler, middenvelder. Echt een denker, maar goed in de passing en een goed schot in zijn benen. Dus dat zijn wel jongens die we, hoewel Ivan nog vrij jong is, maar die we goed kunnen gebruiken. Vandaar ook dat we een beetje onderbezetting hebben. Stagespelers gebruiken zoals dame om te kijken hoe dat gaat. Maar niet meer en niet minder. We wachten natuurlijk op deze twee. Dankjewel. Graag gedaan. Great.